Goedemorgen, ik ben op Schiphol. Nies gaat vandaag weer terug naar Hongkong. Sucks, man. Sucks. Ik moet even kijken waar hij en mijn ouders zijn. Ik vertel u in de tussentijd even wat ik aan heb. Streepje shirt uit Zuid-Korea. Daaronder H&M vest met schuine rits. Daaroverheen weer een spijkerjasje. Ik hou echt van deze combo. Dit is zo chill en warm. Ik vind het spijkerjasje meestal net iets te koud. Maar met het vest eronder, super chill. Broek van de Primark. Primark heeft de perfecte broeken voor mij. En er zit ook nog stretch in. Love it. En daaronder ook de Primark boots. Ik heb ook deze zonnebril op, die ik echt bijna nooit meer op heb. Maar ik vind hem zo vet. De reden waarom ik hem niet meer zoveel draag is omdat ik volgens mij... Ja, ik lijk wel de grootste bitch op aarde volgens mij met deze bril. Maar weet allemaal dit, dat ik niet zo ben, toch? Maar ja, ik vind hem wel vet, maar... Oh well, whatever. Trouwens, vind je niet dat ik gewoon zo lijk alsof ik nu mee ga doen aan de Terminator film? Zo voel ik me een beetje. Echt zo'n badass, gewoon zo'n agent of zo. Agent, ja, dat lijkt me wel vet. Anyways, kom, we gaan naar Schiphol. Ja, vanwege aangelopen werkzaamheden bij Amsterdam Bouwbouw Arena rijden we in Schiphol naar Utrecht. En we zijn eigenlijk al van 54 en de dames en heren, het is nog één ogenblik een station Schiphol. Het is de eindbestemming van deze trein. En ik ben natuurlijk vergeten uit te checken, dus dat moet ik nog even doen. Even kijken hoor, kan dat hier? Ik wil dat hier doen. Wat? Yeah! Oké dan. Ze staan boven bij de incheckbalie. Oh my god, ik krijg ook echt weer zo'n gevoel als ik hier ben. Over een paar weken sta ik er weer. Hey, ik moet zeggen, gisteren zat ik erover na te denken omdat Stefan ook weg was en zo. Zat ik te denken, ik kom vanmiddag terug. Ik vind het eigenlijk niet leuk om weer weg te gaan. Ik had het net zo naar mijn zin met vrienden en met Stefan en mijn ouders en Niche. En toen vandaag liep ik er naartoe, dacht ik, ben eigenlijk ook wel weer oké mee of zo. Ik het liefst wil ik natuurlijk iedereen gewoon in mijn rugzak meenemen, maar iedereen heeft ook gewoon zijn eigen leven. En ja, hier word ik gewoon heel gelukkig van reizen en zo. Kom, gaan even kijken waar Niche is. Niche heeft 3 uur geslapen. Moet je kijken wat een fris koffie. Moet je kijken wat een fris koffie. Maar hij heeft wel alle fun gesqueezed uit de tijd die hij nog heeft, toch? Yes. Ja. Minute to minute, to the last minute. Ja, en je kan zo meteen toch slapen in het vliegtuig. Hi pa. Hi, ik ben zo. Hi. Hi ma. Hi, liefie. En ik heb een ontbijtje hier. Een panini tonijnsalade en een aardbeien smoothie. We drinken nog even wat met z'n allen. En kijk hoe perfect, juicy, lekker deze carrot cake eruit ziet met die walnoten en alles. Mm. Yo, dit is geen grap. Dit is letterlijk, zou ik het zeggen? Ja, de beste carrot cake die ik ooit heb gegeten. Hij is zo juicy. Gewoon echt zo smeuig. Soms kan het heel erg droog zijn. En die, oh, die, ik weet niet, ik denk dat het botercrème is wat er tussen zit. Dat niet is. Zo lekker. Waar zitten we nu? Wat is dit voor ding op Schiphol? Hier, Grand Café Plaza. Beste carrot cake ooit. Hij is echt heel lekker. Oh my god, dit is echt te grappig. Oké. Na aanleiding van de Tesla tour had een van jullie me gemaild. Nimma represent, bla bla bla. En ik moest zo hard lachen, want ik had dus nooit zeg maar, de bijnaam van Nijmegen gehoord. Nimma. Je hebt zeg maar Amsterdam is Damsko, Rotterdam is Roffa, Den Haag is Aga, Zoetermeer is Zoetka. En nu kwam ineens Nimma. En ik ging helemaal stuk. Ik vond het zo vet. En dat had ik toen tegen Niche verteld. Yeah. En hij ging, moet je vertellen, Niche. Het was echt grappig. Ja, dus ik ging dus met mijn ex-collega's uit Hongkong.
die zitten nu in Nederland. Die zit nu 6 maanden hier. En ik zei ze van, nou, kan je ook wat Nederlands en zo? Zei ze van, ja, ik vind de taal echt heel leuk. Het is echt wel leuk, maar ik heb echt moeite met één stad met de naam uit te spreken. En ik zei van, nou ja, welke is het dan? En ze zei, ja, iets met een G, iets met een N. En het bleek uiteindelijk Nijmegen te zijn. Ik zei, oké, komt goed. Valerie heet ze. Ik zei, Valerie, all you gotta say is Nima. Hoe vet. Ja. Door jullie, hè? Door ja, jullie. Ik ken het ook niet. Ja, super vet. Zo leer je nog eens wat. Nima represent. Oh my god, ik had me nog niet gerealiseerd. Maar zij gaat nu dus tegen de collega's zeggen, ja, waar heb je een afspraak? Nima. Oh my god, dit is echt hilarisch. Wauw. Doei niet. Doei. En dan gaat hij dan hoor. Ik ben weer thuis en ik wou mijn slag slaan met de pinballs van vorige week. Ik had me er zo op verheugd. Ik wist dat er nog, nou, gewoon genoeg over was. En ik wilde geen nieuwe zak kopen, want dan eet ik weer die halve zak leeg. Ze kijkt zo. De pinballs zijn weg. Stefan vond ze niet lekker, hè? Ik vraag hem, lief, via de app, want hij zit nog in Londen. Heb jij die pinballs opgegeten? Ik krijg echt terug via de app. Ja, sorry. Dit doet hij dus altijd, hè? Nee, dat vind ik vies. En aan eindstand kijk ik en er is al het snoep op. Verdorie. Zal ik naar de winkel gaan om pinballs te kopen? Ik vind ze wel echt zo lekker. Pinballs. Ik ga er eens over nadenken. Ik heb gelukkig nog wel een pakje prinskoekjes. Yes, come to mama, my love. Ik zat zo te craven naar deze pinballs. En ik heb 2 pizza's gehaald voor mij en Stefan. Hij zit nu in het vliegtuig en hij komt zo meteen thuis. En pizza! Ah, Stefan is terug en hij heeft macarons voor me meegenomen. Vet lief! Oh. Yay, de feestavond gaat beginnen. Ik heb haar even opgestoken omdat ik het net heb gesteld. En dan vliegt het dus alle kanten op. Je kan het hier ook zien. Kijk, echt zo'n vliegend plukje. Dus ik hoop dat dat zo meteen gaat zakken, want... Ik ga eerst naar de verjaardag van Eva. En daarna ga ik door naar Den Haag voor het feest wat Mashar organiseert. Super, super vet. Ver mee. Dus dat wordt een feestavond. Oké, wat heb ik aan? Ik heb voor nu aan voor de verjaardag een vest. Leren jasje, daaronder mijn artistiek t-shirt. Leren rokje en ja, neppe wens. En dan ga ik me straks... Straks kom ik eerst even terug om de auto op te halen. En dan kleed ik me ook nog even een keertje om. Maar we gaan nu eerst naar Eva. Let's party! Party girl! Eva, wat heb je allemaal gemaakt? Hij ziet er een beetje slordig uit op het allemaal. Eigen tas met ja? Black rice salad met feta. Ja. En quinoa Asian salad. Ja. Beefballs met smoky tomato sauce. Hele mooie bijzondere druiven. Super exotisch. Rode beef patty. Oh my god, wauw. Brood met hummus. Je kan nog een bakje pakken en bestek ligt daar. Wauw, super mooi. Ja, Eva die catert ook heel vaak voor events. Dus die kan echt wel koken. We hebben nog samen een video gemaakt vorig jaar. Ik ben weer thuis en ik dacht eerst ik ga me omkleden, maar... Slevan zei, joh, hou dit gewoon lekker aan. En ik heb wel eventjes andere lipstift opgedaan. Want ik vond die roze niet zo mooi passen bij de bronzer en dat soort dingen. Oh, first world struggles. Anyways, kom, we gaan naar Den Haag. We gaan naar Vermee. Woo, party. Oh jee, de brug staat open. Maar het maakt niet uit, want het is vet gezellig in de auto. Yeah, we zijn in Den Haag. En we gaan feesten. Maar wacht. Nog heel even voor alle dansende beelden. Dankjewel voor jullie lieve reacties op de festival looks. Ah, ik ben zo blij dat jullie hem leuk vinden. Thank you. Mwah. One more time.
Ik had echt niet gedacht dat ik het zo laat zou maken, maar het was zo gezellig. En Amisha die reed dus mee terug naar Amsterdam. En we zijn volgens mij ook nog echt een uur in de auto blijven praten. Gewoon super gezellig. Maar ik ben nu wel echt heel dood. Ik had toch mijn haar gesteld en zo. Het is nu zodanig ontploft dat ik denk dat ik best wel kan figureren als een explosie in een Mission Impossible film of zo. Ik ben dood. Ik ga slapen. Dankjewel voor het kijken. Super gezellig dat je erbij was. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je. Morgen is de Tesla Challenge. Oh my god. Als ik naar je toe kom, heb ik je gemaild. En dan weet je dat ik in jouw stad ben en zo. En dan gaan we meeten. En dan zie je dat volgende week natuurlijk. Maar morgen zie je gewoon wat, ja, wat er vandaag is gebeurd. Dus een week geleden. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen.